Contact Café op TV. We zijn er weer. Vandaag hebben we twee speciale gasten, moet ik zeggen. Want om met deze mensen te praten lijkt mij het mooiste wat er is om, zeg maar, even Laarbeek in beweging te krijgen. Deze kant zit de meneer Jacky van den Ende. Denk wel door iedereen bekend, onderhand intussen. En aan de andere kant Nelly van der Elzen. Van den Elzen met S, hè Nelly? Ja, hè, was het, helemaal hè? Goed. Dat mag ik niet vergeten, want mijn Z was het fout, hè? Hey, even zo, want je bent nou keizerin geworden, hoor ik. Ja. Helemaal niks met sport te maken zoals wij het erover hebben, denk ik. Maar toch. Het is heel leuk. Want ja. Het is schieten, hè? Schieten met het geweer. Ja, dat en is ook toch een sport. Dus Mario. Ja. Is dat clubkoning? Clubkoning of noemen ze dat? Je hebt hier het rode en de groene, hè? Ja. En Mario is van de rode nou keizer. En dus, die heeft traditie geschreven. Dus want? Nooit voorgekomen. Sinds 1820 bestaat die rode schut in andere vorm als nu. Ja. Maar dat waren beschermer van de meneer Pastoor en zo, weet je wel. Ja, ja. En hij heeft nou voor elkaar dat hij als Stippense in Beek en Donk keizer is van de rode schut. Kijk, hoe mooi. En hoe worden nou keizers dan? Drie maal achter elkaar is bij de rode schut het reglement. Ja, ja. Maar bij de groene is het weer anders. Oké, okay, dus iedereen zijn eigen regels. Iedere vereniging. Nou, toch mooi dan, hè? Want het is wel genieten, denk ik, hè? Ja, het brengt ook altijd iets teweeg en met zich mee, hè? Nou, ja. Ja, maar nee, dat maakt het ook leuk. Goed. Ja. Schieten, ook een sport. Maar we gaan het vandaag hebben over Laarbeek in beweging. Natuurlijk het mooiste wat er is, denk ik, om Laarbeek in beweging te krijgen. Jacky, hoe ben jij eigenlijk, wat is jouw opleiding? Mijn opleiding? Ik ben begonnen op VMBO kader. Op voortzet onderwijs. En zo ben ik doorgestroomd naar het MBO Sport en Bewegen, niveau 4 afgerond. En zodoende ben ik doorgegaan naar het HBO, de ALO, de gymleraaropleiding. En die heb ik ook afgerond met ook nog een minor, een extra opleiding MRT, Motorisch Remedial Teaching. Dus we hebben een lange weg gehad, maar wel mijn doel bereikt. Okay. Ja. En hoe ben ik er nou verbonden dan aan via de vierbinden, denk ik? Hè, toch? Ja, klopt. Of ik werk voor vierbinden. Vierbinden. Ja. Zo. Ja, en zodoende is sportcoach jongerenwerker de functie. Laarbeek actief. Ja, daar gaan we denk ik zo meteen nog een beetje over hebben. Mm-hmm. Van hoe dat tot stand is gekomen, et cetera. Maar zodoende heb ik daar een vaste aanstelling. Ja, mooi. Ja. Vind je het leuk? Ik vind het heel leuk. Ja. Ja. Je straalt van alle kanten. Ja, dat zie je aan het gezicht. Ja. Hè? Zo steekt hij ook in de sporthal. Hoor. Ja, als je de deur open doet, dan, dan is het meteen. Dat is echt heel leuk. Ja. Hey, maar jij zegt, dat vind ik wel heel mooi, sportcoach jongeren. Ja. Kun je er iets meer over vertellen? Sportcoach is voor heel Laarbeek. Vier kernen. Wij hebben 9 basisscholen in Laarbeek, waar wij zeg maar de uren en de sporten in beeld brengen. Alle sportverenigingen vallen daaronder. Ja. En we stimuleren Nelly en wij als sportcoach en stagiaires, om niet te vergeten, om de kinderen en de oudere doelgroep aan het sporten te krijgen en te behouden. En natuurlijk wat het allerbelangrijkste is om plezier daarin te hebben. Dat is het allerbelangrijkste. Ja, want zodra je niet met plezier naar een vereniging gaat, naar jouw clubje of naar de mensen waarmee je sport, dan moet je iets anders vinden waar je wel plezier in hebt. En het is niet zo van, papa voetbalt en je gaat maar naar de voetbal. En dan spreek je een kindje vorige week van, ik zit onder die club en ik wil eigenlijk daar niet meer heen, want... Hè? Ja. En daar vind ik wel erg om te horen als je zoiets hoort. Goed. Ja. Want dan moet je even, daar heb je je ogen voor open, hè, om zo'n dingetjes te zien. Maar als je dat constateert, wat doe je dan? Ja, dan hou ik dat in de gaten en dan ben ik, die kinderen zie ik wekelijks bij de scholen, bij de verenigingen, buiten, in de winkel, net hier achter bij de knutseloek. Ja, je ziet ze overal en overal begroeten zie je, maar ook andersom natuurlijk. Ja. Maar dat is, leuk en een voordeel als je in je eigen omgeving werkt. Ja. Moet ik dan zien, want jij praat over scholen, hè? Je hebt schoolse activiteiten en buitenschoolse activiteiten, denk ik. Ja, klopt. Als ik nou naar de schoolse activiteiten ga, dan waar zie ik dan precies? Wat doe je dan daar? Dan geef ik, is dat gymlessen bijvoorbeeld? Ja, dat zijn gymlessen. Voorbeeldlessen voor de leerkrachten. MRT-lessen, motorisch remedial teaching. Van gericht kijken naar kinderen met mindere motoriek of juist een sociale achterstand of noem maar op. Of
op school, zeg maar, in samenwerking met de vereniging. Ja. Bijvoorbeeld, je nodigt een judoclub uit, je nodigt een badmintonclub uit om clinics te verzorgen. Of je gaat zelf mee de clinics verzorgen bij de scholen. Desbetreffende scholen. Want elke school heeft een x-aantal uur om onze kennis en expertise, ja, enthousiasme over te brengen op de jeugd. Mm-hmm. Van de basisschool, van de 9 basisscholen. Kijk, en dan hebben we 9 basisscholen, maar we hebben natuurlijk ook leeftijdscategorieën, denk ik, hè? Ja. En hoe gaat het daarmee om? Dat is interessant wat jij nou zegt. Ja, maar jij bent dadelijk. Nee, maar ook voor die categorie, 6 en 13, hè? Dat is een wereld van verschil, hè? Ja, dat klopt, want wij hebben de basisschool groep 1 tot en met 8. Ja. En groep 1 heb je natuurlijk andere activiteiten voor groep 8. Ja. De gymzaal, daar gaan wij differentiëren. Het moeilijker makkelijker maken, het eenvoudig naar meervoudig, op het kind gericht. Hè, dus op het kind laten sporten op zijn niveau, dus groep 1 op zijn niveau en groep 8 op hun niveau. En dat is super gaaf om die ontwikkeling te zien en door te maken, zeg maar, met hun. Ja. En zodoende hebben wij dus ook met, dat weet Nelly ook alle van, met de oudere doelgroep. Ja. Nelly in de gymzaal en ik buiten op de beweegtuin. Ja. En daar is ook, komt ook steeds meer vorm in en breedte in Laarbeek. Ja, klopt wel. Dus er zijn hele leuke vooruitgangen en verschillen van kinderen en ouderen. Ja, mooi. Nelly, en hoe ben jij, zeg maar, mag ik dat zeggen, gymjuf? Ja. Mag ik dat zeggen? Ja, dat mag. Ja, ik zeg zelf muts, maar... gymjuffrouw, gymjuf. Maar hoe ben jij begonnen in die tijd dan? Ja, dat is een verhaal op zich, hè. Nou, vertel. Ik heb altijd actief gehandbald. En vanuit die kern ben ik bij ons bij de buurt gekomen, Octibusbuurt. En daar gaan ze een groepje vrouwen, die wouden wel iets doen. En toen zei ze, Nelly, het Leonardushuis was toen een gymzaaltje, daar nou de Hoge Jezus. Mm-hmm. Nelly, dat kan jij wel. Ik zei, ik ken dat helemaal niet, ik ken alleen maar handbaltraining geven. Maar ik denk, ja, dat ken ik eigenlijk wel, want ik vat een bal en klotsen lopen en zigzaggen en naar voren en achteren. Dus die vonden dat geweldig. Nou, en er waren zekere Ria bij de gymclub, die doet schilderen. Die zei, Nelly, weet je wat jij moet doen? Die zei, je moet eens meer met ouderen gaan werken. Ik zei, ikke? Ik zei, ben niet goed. Ik zei, dat kan ik helemaal niet. Ik ben veel te hard, veel te snel, veel te vlug, alles. Ja. Dat is wel waar, zei ze. Weet je wat de inhoud? Zij was toen op de Eestels in Helmond, begeleidster, teambegeleidster, zou ik maar zeggen. Hè? Die mocht dan, als ze gingen breien, dan mag je activiteiten. Ja. Nou, en toen zei ik, ik wil het wel één keer proberen. Ik zei, maar Ria, je blijft erbij, hè? Ik ga helemaal geen ervaring met oude mensen, want... Maar hoe kreeg jij dan een club oude mensen bij elkaar? Ja, Ria die noemde mij mee oude mensen, ben ik niet meer zeggen, hè? Mensen op leeftijd, sorry. Op leeftijd, ja. Maar goed. Oké. Ria noemde mij mee naar Helmond en ik zeg, je blijft wel bij mij, hè, in die zaal, hè? Want er zaten waar, mensen op leeftijd. En ik had helemaal geen bult ervaring. Ik zei, wat moet ik hiermee? En ik ging maar een beetje fantasie erbij. En ik begon eigenlijk met klappen. Iemand jarig, zei ik. Gewoon klappen met de handen, weet je, zo. En ja, dat kan wij ook. Een beetje Helmonds mentaliteit erin. En ik zeg, en een beetje boven en onder klappen. Ik denk, oh, dat valt wel mee. Maar het waren bloed, zweet en tranen. En toen zei Ria, je hebt het goed gedaan. En ik voelde me eigen zo opgelaten. Maar... schijnbaar kwam ik wel goed aan. Nou, en ik ben daar toen één team, één vereniging daar gedaan. Met Ria's blijven doen. En Ria ging er weg en die ging aan de werk. Mm. Ik ben gebleven. Ja, en als je één keer naar buiten gaat, dan komen er meer mensen en zeggen: hey Nelly, ik heb gehoord. Toen actie stop, kan ik ons clubje? Ik zeg, ja, hallo, maar ik zat ook nog met mijn handballen. Dat waren mijn dingen. Ja, dat waren gewoon jongen en fanatiek en... En zachtjes aan is dat gegroeid en toen kwam Carla Appelhoff, stopte hier bij de senioren, moet ik wat zeggen. En Nelly wilde je dat doen. Ik denk, oh hé, dat is gemakkelijk. Heb ik een cursusje gevolgd van een week of 8, waar ouder mensen inhield. Ik heb geen opleiding net als jij, ik ben gewoon handbalcoach geslaagd. Ja. A, B. En dat is mijn ding. Dus daar kan ik de verfijning van, als je een bal vangt, dan moet je hem ook nawijzen, maar als je hem weggooit. Hè, dus verfijning, dat kon ik allemaal wel. Maar zachtjes aan ben ik me eigenlijk meer in die ouderen gaan verdiepen. Ik nam een krant mee, een sjaal mee,
en een tennisbal die ik ergens... Ik ga niks, gewoon mijn eigen dingen. En dat groeide uit. Ik denk, dan kan ik ze op het einde... Ik deed wel, net als met handballen, een warming-up, een onderdeeltje en een spel. Daar heb ik er al de ritme erin gehouden. De rode draad. Ja, de rode draad. En ja, dat kwam steeds makkelijker bij mij binnen. En ik bracht dat naar buiten en mijn enthousiasme. En niet vergeten, maar af en toe een leuk mapje te vertellen, wel net, hè. En dat ze een keer kunnen lachen. En dat is zo belangrijk voor... Ja, we hadden het net over de sociale contacten. Juist. Dan moeten bij de senioren, als ze dat klaar krijgt, dan ben een heel tante in de... Nou ja, dat is heel belangrijk. Dat is heel voornaam. Want is daar het sociale, zeg maar, het geklepper even of zo? Nee, waar jij net zit, hè. Iedere week er zijn. Zelf enthousiast blijven, ook al heb ik kop in of weet ik wat. Gewoon er staan en denken van, och, er is ze weer. Weet wel, niks ten nadele van die mevrouw, maar je moet even zeggen dat overal zeer duur en zo. Nou ja. En dan zei, ach ja, kom. En het eerste wat Ria mij afleerde bij de oudere gym, ik stond mee op als iemand niet zo makkelijk uit de stoel kwam. Hè. Weet wel, die moest dan... Ik vloog er naartoe en dat helpt om te helpen. Ria zei, Nelly, vergeten. Nou weet ik veel beter. Ze moeten zelf proberen op te staan en te bewegen. Ik denk, als ik ze een arm geef, dan gaat dat veel makkelijker. En er zijn dingen die je leert door de tijd. Ja, het mag onderhand ook wel. Hoe lang ben je bezig? 32 jaar. 32 jaar. Dat is wel een brak ervaring, toch? Ja, maar ja, ik heb het wel allemaal zelf ontdekt en geleerd. En schade en schande. Nou ja. Ik heb ook in de recht gezeten, toen moest ik eruit, want er waren de centen op. Dan gingen ze ergens anders aan besteden, zelf invullen om dat te doen. Maar ja, dan ben er. Na een half jaar is dat clubje weg. Ja. Die samen zijn en daar vasthouden. Oh man. Dat is heel belangrijk. Maar dat is ook zo verdomd moeilijk. Tenminste, ja, om dat klaar te krijgen. Ja, ja. Waar is jouw buurvrouw? Ja, die had geen zin om te komen. Ik zeg, wat was er dan mee? Weet wel, even... Nou ja, even ontdekken. Ja, nee, dat weet ik eigenlijk niet, maar het ging niet zo goed. En dan moet ik net, dat is mijn kleinjongen ook, precies hetzelfde, ja, even luisteren. Nou ja, nee, mooi. En als we even 32 jaar terug gaan, en je zit zo mooi te vertellen, ja, ik word dan uitgenodigd door Ria en ik heb het zelf maar een beetje moeten ontdekken, dat is prima, maar... als we nou terug gaan naar Sjakkie en zijn opleiding, hè? Ja, zou jij blij geweest zijn als bijvoorbeeld zo'n Sjakkie 32 jaar jonger was, hè? Zal ik maar even zeggen. Ja, of ik later geboren heb. Dat zou kunnen. Dat kan ook nog. Nee, maar ik wil zeggen, hadden de gemist of... Nou, achteraf, had het goed geleerd en je hebt allemaal wijn gemaakt, hè? Maar in die startfase? Ik heb met de handballen... heb ik alles doorlopen, hè? Van klein tot senioren, tot mannen en alles. En hoog en laag en divisie heb ik gecoacht en getraind. Ja. Dus de ervaring. Maar als je met ouderen omgaat, dan... Ik meende altijd, ja, ik moet toch iets presteren. Ze moeten iets... Ja. Ja, ze moeten iets presteren, hè? Want anders zitten ze maar te zitten. En waar jij straks tegen mij zei van, even kletsen. Dat mag wel even, maar die blijven aan het kletsen. Ja. Want die gaat dan zijn zakdoek vatten en dan kletst het weer door. Maar je moet net die feeling hebben, en dan zal jij ook wel een beetje met dat jong grut hebben, om dat aan te prikken. Ja, maar op een nette manier en niet zeggen van, maar gewoon... Nee, maar dat is wel mooi dat je dat zegt, want in Lieshout is de beweegtuin al bijna 3 jaar, loopt het al. Op dinsdag en op vrijdag van 10 tot 11. Beweegtuin? Ja. Waar is de beweegtuin? Beweegtuin, daar staan allemaal toestellen buiten, bij het Franciscushof. En daar kunnen ze op oefeningen mee doen, bewegen. En er is een bankje met een fiets, is een cross trainer, een rek om te rekken, om de beweging te maken met je benen, et cetera. Een twister voor je heupen. Mm-hmm. Nou, en er staat ook een paal met een toestel om je benen te rekken, je armen op te drukken tegen een stang. En dat noemen we een praatpaal. Een praatpaal. Daar staan ze mooi om elkaar heen. En dan kunnen ze daar kletsen, dan hangen ze zo op zijn stang. En dat was wel mooi, dan gaan ze kletsen. En dan moet je net op een goede manier iets weten te brengen dat ze toch aan het bewegen zijn. Maar wel de enthousiasme, je moet die ogen en dan... Ja, dat is maar kunnen die mensen dan meteen terugkrijgen daar waar jij ze wilt?
Ja. He, ja, want dat is natuurlijk wel de doelstelling. Ja. He, want, ja, dat klopt. Ja, dat werkt meteen. Van, oh, dus we staan weer bij de praatpaal. Hè, gewoon lachen en die enthousiasme. Ja. En dan, oh ja, zeggen ze dan. En dan gaan ze weer. En dan beginnen ze weer. Ja, dat is schitterend. Ja. Dat is echt heel mooi. Mooie clubjes. Ja. Maar doe je ook de ouderen onder ons dan, Jackie? Of doe je alleen op dinsdag en op vrijdag in Lieshout of Franciscus. Of buiten, hè? Ja. Buiten. Want nou is het natuurlijk heel mooi. Want hier in Beek en Donk, kan men wel zeggen. Daar aanstaande... binnenkort kunt hij op, hè? Ja. Bij de waterpoort beweegt hij. Ja, daar zijn wij samen met Henk Berkes. Ben ik daarmee bemoeid. Henk gaat het op donderdagochtend begeleiden, onder begeleiding van 10:15 tot 10:45. En ik zelf op maandag van 10:15 tot 10:45. Ja, dat is keileuk. Goede voortgangen. Ja. En op woensdagmiddag gaan we vanaf 9 oktober gaan we in Mariehout beginnen bij de beweegtuin. Waar is die? Op het Oranjeplein. Oké. In samenwerking met Kems en Maas. Ja, ja. Ja. Maar je moet er zelf voor eigen energie heel veel in stoppen. En vooral bij oudere, tussen haakjes oudere mensen. Niet dat die mensen niet willen, maar je moet blijven. Hé, volgende week, hè, komt toch wel? Ja, maar daar zal ik nog wel eens kijken. En trouwens, daar heb je niks mee te maken. Nou. En eerst nog zou je ook nog, hè? Ja, meestal, maar je moet gewoon positief. Mm-hmm. Ja, en, maar dat is niet alleen met ouderen, dus ook met meiden van 28. Dan moet maar is het dan moeilijk, Nelly, om... Je zegt net, het moet sociaal zijn, het moet leuk zijn, mensen moeten... maar je wilt ze toch wel houden, zal ik maar even zeggen. Hè? Ja, vertrouwen geven. Maar goed, ik neem aan, hè, en misschien is het wel verkeerd wat ik nou zeg, maar ik ga het dan maar vertellen. Want ik bedoel, als je maar ouder bent en zoetjes aan worden mensen meer beperkt helaas door leeftijd. Hè, of ze ontvallen ons, kan ook zomaar gebeuren. Ja. Dus dat mensen eigenlijk uit jouw clubje wegvallen op een of andere manier. Ja. Of ze stoppen spontaan, is niet slim, maar goed, zou kunnen gebeuren. Maar dan moet je toch wel zorgen dat er anderen komen. Of hoe werkt dat dan? Ja, ben je bij een puntje. Hè? Ze zeggen altijd, je moet een kliekske, dat is gewoon een groep mensen bij elkaar hebben, hè, die enthousiast zijn. En iemand is van die groep altijd de baas. Oh. Niet een baas, weet wel zo. Nee, maar gewoon die het organiseert en de leiding pakt. De leiding en ook... een kruisje zet achter de naam, weet je wel, van aanvinken. Aanwezig zijn. En dan zeggen ze, Nelly, ik zeg, waar is die dan? Waar heet die dan? Ik weet er niks van. Ja, die is van een trap gedonderd. Hoorde dan een andere vrouw zeggen. Ja, ja. Oh, en, val het mee. Ze is van hier tot aan de grote teen blauw. Maar ze kan nog wel lopen, hoor. Nou, ze stelt rij gewoon aan. Ja. Ik zeg, maar dat zien we de volgende keer. En dat is, dat zijn van die klein... Ja. Aandachtspuntjes die mensen nodig hebben om te komen. Ja. Maar ik wil zeggen van, hoe groot is een club die jij doet, bijvoorbeeld? Ja, ik heb er van 28 gehad, maar die zitten er heel veel boven. Ja, dat wou ik zeggen, maar op een gegeven moment, als dat leeg loopt... is heel moeilijk. Ja. Is daar iets voor te bedenken? Dus ik zit zomaar hardop te praten over hoe denk je die mensen op een of andere manier kunt benaderen, dat er dan toch mensen bij jullie komen, bij jullie in de beweegtuin, zeg maar even. Hè, want ik kan wel een voorbeeld geven. Ik woon bij Van den Elzerhof, als ik mijn garage uitloop. Ja, natuurlijk woon jij bij Van den Elzerhof. Is dat mijn S of mijn Z? Dat is mijn S. Die is al naar jou vernoemd, hè? Zo beroemd ben ik al. Nee, die is een andere meneer, maar in principe. En toen heb ik eens aan een mevrouw gevraagd. Ik zeg, zou ik niet bij jullie gymles kunnen geven? Ik zeg, je hebt een mooie koffiekamer. Ik zeg, en het is mannen en vrouwen, hè? Want de vrouwen zijn actief, de mannen die... Oh, flauwekul, weet wel. Hm. En dat heb ik van de grond gekregen. En een juffrouw die nam ze moest contributie betalen, weet wel, en bij, en dat waren goed, en Nineke waren afgelopen. En ik weet vandaag de dag nog niet waarom, maar de ene die zei, ik ken dan helemaal niet, heb ik geen tijd. Ze zit een hele dag op stoel, maar ik zeg, wilde het ook niet meer, ik zeg, vind je mij niet leuk? Ja, maar jou ligt het niet. Ik zeg, maar... Je moet het sociale in het huis houden. Hm. Ja, ik heb het een jaar gedraaid met heel veel liefde. En ik hoefde bij mij maar uit huis te stappen en door binnen. Ik zet een André Rieu knop. Weet je wel, walsen en marsmuziek en zo. Hm. Ja, dan krijg het niet van de grond. Nee. Ik weet niet, ik kan niet zeggen... Ja, misschien Jacques dat wel weet, maar... Waar ik ze vandaan moet houden. Nou ja. Nee, dat is... Wat doe je dat bij jou, Jacques, dan?
Ja, wij hebben dan ook wel social media accountjes. Hè? En hier en daar sturen wij, we hebben zo'n groepsapp waar heel veel ouderen in zitten, die het ook naar de jeugd sturen natuurlijk, naar hun eigen kinderen. Ja, eigen kinderen. Maar het kan ook naar de vader en moeder van de ouders zijn. Hè? Ja, nou ja. Opa en oma. Opa en oma van de kinderen. Ja, bij jou kan dat wel. Ja, het gaat. Ik bedoel, bij jouw vader en moeder zal niet meer meevallen misschien. Opa's en oma's, maar de vaders en moeder, als dat al niet erin zit, dan gebeurt dat niet. Nee, dat is wel heel lastig. Ja. Maar is het wel zo, wanneer de ouders actief zijn in wat voor manier dan ook, hè? Ja, voetballen, tennis, knikkeren van mij. Ja. Dat die kinderen ook sneller genegen zijn? Die krijgen dat mee. Ja, ja. Die krijgen dat mee. Ja, dat is het, sociale en... Ja, gaan wij straks, toen wij door even aan tafel zaten, ook van, ja, vandaag en dag, ja, bekijk het maar. Ja, klaar. Ja, en, het is wel simpel eigenlijk, hè? Ja, het is simpel, maar het is wel zo. Ja, okay. En dan, ik doe dat gewoon niet. Ja. Ik heb dat met mijn handballen meegemaakt. Hmm. Ik denk, hoe kan ik dat manneke nou toch potverdomme net lopen krijgen? Ik doe dat gewoon niet. Ik heb de bank zitten. Ik zeg, doe niet zo flauw. Ik zeg, kom op. Nee, ik doe dat niet. Die staat veel op en ik doe die niet. En dan moet je proberen, maar ja, om dat toch... erbij te betrekken. Ja, maar dan, kijk, we hadden het net over vaders en moeders, hè. Die komen dan in beeld. Ja, ja. Die vader zit wel altijd mee te kijken, hè. Dat kind dat durft, ja, daar ben ik niet hard op zeggen, maar in principe durft hij eigenlijk niet te lopen en de vader er is. Oh. Laten ze, maar dan moet jij wel ontdekken dan. Dus per kind, per persoon is dat anders ook. Ja, nee, ja. En als lesgever, pedagogiek, pedagogisch achtergrond is voor het enorm belangrijk. Dat wordt steeds... Want Jacques, als je met de jeugd bezig bent en ouders die lopen aan de zijkant mee, en ik ken het nog toen onze kinderen bijvoorbeeld voetballen, dat ik ouders uitspraken hoorde doen waar ik als vader niet blij van werd, zou ik maar even zeggen. Mm-hmm. Maar ik bedoel, als jullie bezig bent met die mannen en je hebt van die... Ja, hoe moet ik het zeggen? Ouders die, mag ik zeggen, commentaar hebben of zich willen bemoeien met. Hè? Ja, kan. Hoe gaat het dan om dan? Dat laat ik stagiaires niet doen, want die stuur ik dan meteen, die moeten ze naar mij toe sturen. Ja. Of zelf ondernemen. En ik los daar met de ouders. Dan ga ik gewoon in gesprek met die mensen. Ja, zeker. Want ze moeten het kind laten bewegen en niet het voorzeggen of nee, dat mag of dat moet niet. Ja. Nee, je moet plezier in het kind moet er zijn. En als het kind nodig heeft dat papa en mama er is, dan kan dat. Maar liever, dan moet hij ook mee omgaan als ze er niet zijn. Maar liever niet. Liever maar de bemoeienis, want ik bedoel, als je hier in de sport al bezig bent, hè, of op school of weet ik veel, mensen zitten daarbij, ouders zitten daarmee te kijken en die hey Jantje! Ja. Ja. Bijvoorbeeld. Nee. Ja, nee, prima, maar dat is geen... Nee, daar ga ik niet mee akkoord. Nee. Daar ga ik wel netjes op een nette manier vertellen. Dat kan er niet, want dan beginnen daar 20 Jantjes te roepen. Ja, nee, maar ik snap het wel. Nee. Ja. Maar dat is ook als je... oudere gymles geeft en er komt er een binnen en die helpt zijn mond niet dicht, hè? Ja, ze mogen van mij gerust praten, ze hoeven niet als een klein jongen weet wel zo mogen zitten. Maar dan probeer ik en zeg ik, hallo, hoe is het? Ja, goed. Ik zeg, kan dat ook? Moet dat, Nelly? Ik zeg, ja, de ander moet er ook een beetje mee, hè? Ja, moet ook heel erg. Hoorde ik net om, ja, maar ik bedoel het niet verkeerd. Ik zeg, nee, ik ook niet. Ja, en dat kan ik aan jou niet uitleggen en ook niet aan Jacky, dat zit in hoor. En dat heb jij ook, want dat straalde uit. Het is gewoon heel belangrijk, dat respect, hè, naar elkaar toe. Ja. Maar als Nelly aan het woord is, horen wij te luisteren. Of andersom, of als kinderen aan het woord zijn, horen wij netjes te luisteren. Daar hadden we het net over met de ouderen. Dat ze heel erg fijn vinden dat ze gehoord worden. Ja. En dat moet ook wederzijds zijn. Ja. Zo niet, dan zeg je daar op een nette manier iets van. Maar is er nou veel veranderd, Jacky? Ja, nou ben ik even 5 jaar bezig, hè. Als we nou even teruggaan in de tijd, en waarschijnlijk krijg je er ook nog wel kennis over. Hè? Vroeger was de leraar, dat was de man. Ja. Ja. En de leerlingen zaten zeg maar met de handjes over elkaar. Zoiets. En tegenwoordig, ik hoef maar iets te zeggen. En die kinderen, jongen, die hebben een woordenschat die wij niet willen horen. Hè? Die woorden, zal ik maar even zeggen. Ja. Dat is toch wel heel anders. Ja. Toch? Ja, dat klopt. De agressiviteit of het niet luisteren, het respectloos. Respect. Of een hand geven bij binnenkomst. Of een goeiedag zeggen. Of
bedankt of ja. noem maar, hè, ja, die kleine dingetjes. Ja, dat zijn die heel belangrijk. Die hadden wij voorheen, ja, dat was standaard, dat was normaal. Ja. En luisteren naar de leerkracht. De opvoeding is dat, hè? Ja, ja. Binnenkomen en je gaat zitten en je gaat luisteren. In een klaslokaal, maar nou is Fort een potlood hier, een gum daar. Ja. In een klaslokaal, maar in een gymzaal is het idem nito. Daar is het uitrazen, want ze mogen gymmen. Ja. En dan moet er niet van een leerkracht, de leerkracht moet niet zeggen van ga daar maar meteen op de bank zitten. Nee, dan gaan ze daar vervelen, want ze moeten iets kwijt. Ja. Nou ja. Maar die komen met een hoop energie binnen. Zeg ja. Maar. Ja. En bij mij, dat weten ze ondertussen wel. Mogen ze lekker uitrazen of tikspel spelen of iets, een bal pakken waar nodig het. Veiligheid staat voorop, hè? Veiligheid. Ja, ja, ja. Heel belangrijk. Ja. Ja. Maar zodra ze meteen op de bank moeten gaan zitten, ze moeten de eerste energie moeten ze nog kwijt kunnen. Ja. Ja. En dat doen ze tegen elkaar op de bank. Ja. Ja. Maar Jacques, ik neem aan, hè, dat je zo'n les voorbereidt, hè? Ja. Neem ik aan. Ja, hè? Uiteraard. Maar dan, want je doet een zeg maar een energie spelletje. Mm-hmm. En dan? Ja, en dan wordt het de les, die gaat dan starten. En zoals Nelly zei, je begint met een warming-up, een kern en een slot. En in een klas heb je te maken met 25, misschien wel zo'n 30 kinderen die je les geeft. En het zijn alle 30 verschillende kinderen. Ja. En dan zitten kinderen die heel stil zijn, kinderen wat drukker. Mm-hmm. En vroeger was het zo, die kind is wel druk en nu krijgen ze meteen een stempel. Ja, ook al. Is dat ook zo? Leerkracht... Vind je dat gewoon, dat die kinderen vandaag de dag, die drukkere kinderen, zeg maar even, meteen een stempeltje krijgen? Van mij krijgen ze die niet meteen. Nee, want maar... Ik doe iedereen over één kam en elk kind moet op hun eigen manier kunnen bewegen. Dat is ook het moeilijkste van lesgeven en gym. Dat is helemaal niet een karakter van een persoon neer te zetten. Verwijgen. Hè? Mm-hmm. Als jij een handbalteam samenstelt, er zitten 12 meiden in. Die zijn allemaal anders. En als jij het voor elkaar krijgt, dat hij met elkaar lol, plezier en... Klikt en tot de uiterste wil gaan. Ja. Door alles, hè. Niet als er even iemand een hoofdsteken zeggen van... Trut. Ja. Dat is het vak. Ja, dat is het belangrijkste. Dat is... En dat kan de huis niet onder woorden brengen, maar dat is met oude mensen ook. Er is een man die dat heel goed kon. Zeg het. Rinus Michels. Ja. Weet je wat die uitspraak was van Rinus Michels? Die moeten jullie maar eens meenemen, dan kijk hoe hier. Ik heb zelf ooit gehoord, ik hoef die mannen niet te leren voetballen, ik moet er een team van maken. Ja, en dat is het voornaamste eigenlijk voor. En dat is, als hij voor de klas, dan moet je die klas zien te sturen. Ja. En vandaag de dag, ja, ik neem mijn petje ervoor af hoor, dan moeten van goede huizen komen hoor. Ja. Vroeger deden wij van... Ja, wij wel. Onze generatie en die ouderen die ik nou gymles geef. Die zitten ook maar op de stoel en die zijn ook niet gewend voor zijn eigen op te komen. Die moeten eigenlijk een beetje halen. Dat kan je wel. Nee, Nelly, jawel, dat kan je. En dan... En dan vinden die muziek leuk. Ja, vind ik eigenlijk wel leuk. Ik zeg, of zangeres zonder naam of zo, weet je wel. Dan, je moet ze zien te benaderen. Ja. En des, des de kunst. En dan maar als kan je ze dan te pakken hebt, dan is het een en al... Ja, dan ben ik blij, hè? Dan straal ik eruit en zij straalt eruit, dan klikt dat met elkaar, dan hebben een band. Ja. Maar ja, als je... Dat is ook zo moeilijk. Ja, dat is helemaal... echt heel moeilijk. Dan ben je 86 en dan zijn de liefste mensen, die gaan dan naar de hemel en dan denk ik, mijn god, waarom zij en zij niet, hè? Dat maakt niet... Dat is het gevoel waar je er ooit bij. Ja, en dat vind ik... En de aanwas voor de ouderen is gewoon... Ja, we hebben al zoveel. We hebben al zoveel gedaan. Ik zeg ja. Ik zeg maar, het is toch wel leuk als je vingers zo een beetje raar kan doen. En want daar heb jij geen verstand van. Ik zeg, nee, daar heb ik geen verstand van. Het wel zo'n... Ja, wel mooi. Hoe ziet er jouw les uit, Nelly, dan? Ja, mijn les is gewoon, ik kom binnen. En dan, goedemorgen, goedemiddag. En dan die stem die ging omhoog, hè. Want kan ze echt, kan zonder microfoon de hele zaal, Want hoeveel heb jij? Hoeveel in Ja, dat is beetje heel verschillend. Ik ben nou ook een beetje gaan minderen, dat heeft met mijn eigen omstandigheden te maken. Prima. En dan kom ik binnen, dus in het stiphout, dan zitten er 25 klaar en je zit aan een tafel. En die zitten, waar jij noemde net, lekker te klappen. Hè? Dan zeg ik, goedemorgen! Ach, ze is er al.
Ja, ja. Helder dan. Ja. Ja. Ja, oh, nou lees. Hm. En dan zet ik inderdaad een muziekje op. Dat maakt niks uit waar het is. Ik doe mijn gymschoentjes aan. Ik zeg, kom dames. Nee, nog niet. Moet nog even. Ik zeg, kom op. Aan de gang. En dan probeer ik ze om te laten lopen. Hè. Gewoon een rondje lopen. Ik zeg, degene die niet kan, die mag op de stoel blijven zitten. Maar alsjeblieft, we staan maar zitten. Ik zeg, kom op. Ik zeg, kom op. Ik zeg, ik kan de vierdaagse lopen. Ik ga alleen dat stukje. En zo ga dat verder. En dan heb ik een beetje die warming up. En dan, ja, dat is gewoon heel eenvoudig. Die armen waar rond. Als je oud bent, doe alles zeer, hè. Als jij dit doet, dan... Oh, het trakt al. Oh. En zeg, kom, dat kan. Dan zit je... Als je dat voor elkaar krijgt. Hm. En dan op een gegeven moment op de stoel, dan doe ik rekken en strekken. Ja, dat vind ik zelf heel geweldig. Ja, ja. Dat doe dan... Hm. Ja, ik noem maar... Ik gebruik de term dan een tent bouwen. Ja, dan zal je zeggen, een tent bouwen? Dan doen ze die vingerstapjes in en een tentje. Ik zeg, er moeten wel twee mensen in kunnen slapen, hè? Niet zo. En zo lul ik een heel gymles. Ja, maar jij bent, dat vind ik wel mooi, want je kan natuurlijk op twee manieren lesgeven. Je kan gewoon zeggen, vingers tegen elkaar, huppakee. Maar het is natuurlijk wel, als je, ik noem maar even het woordje onzin bij gebruikt, hè? Ja. Onzin, zeg maar. Maar gewoon op een andere manier probeert. Ja, dat klopt, Wim. Dat klopt helemaal, want ik doe dan die vingertoppen en dat is dan klaar. En dan moeten ze even die ringen afgooien en dan vang ik ze op, hè. Ook weer zo'n... Ja. En dan, ik zeg, en die 100 euro. Wat, 100 euro? Ik zeg, die doen we ondertussen, hè. Ja, ja. Ik zeg, houd je potverdorie vast, hè, want je moet er veel voor doen. Ik zeg, en proberen die ellebogen wat omhoog te... Ja, dat is voor mij te doen, maar als je ouder bent en dan een beetje draaien en druk zetten. Ja, ja. En dan is het weer even die vingers weggooien en dan geef je dat bloedstroompje rond en zo werkt het. Ja. En dan heb ik nog een voordeel. Ik heb op de markt gewerkt en dan gaan we naar de markt en is het gewoon handje klap en steeds harder en een keer zo, weet je wel. En ik kom er dan bovenuit met mijn geklap. Hmm. En ik zeg, oh wat een rommel, een beetje wrijven, maar ze doen wel allemaal die botten. Even een keer. Ja. En een beetje vreubelen. Hè? Ja. En dan heb ik het goed gedaan, Nanny? Zitten ze zo, hè? Ja. Zeg, ja, ga maar door. En dan inhaken en dan ik zeg, kom op, hè? Dan even. Ja, dat is leuk, dat is goed. We kregen gewoon een gymles hier aan de tafel. Ja, sorry, maar. Nee, maar dat is wel mooi. Heb ik van het handballen eigenlijk een beetje. Weet je wel, als ik een bal gooi, dan moet de vingertoppen. Ja, maar voor die nog. Ja, de vingers eigenlijk, want anders staan ze aan. Ja. En zo is die hele gym voor mij. Ja. En toen zag ik op tennis, heb ik met die ballen omhoog gooien en tuit. Ik denk, dat kan ik door bij die ouders ook proberen, hè? Maar die zullen dan wel mis, maar het geeft degene. Ja. Die bal omhoog. Ja. En dan proberen met die andere hand er tegenaan te slaan. Nou, de eerste keer, je mag gerust lachen, maar ik denk, shit, dat is te moeilijk. Ja. En dan doe je het gewoon tuit. En dan omhoog gooien, weet je wel. Oh. Ja, dat is ooit vanzelfsprekend voor ons, maar dat is zelf bij kleuters, hè? Dat is de kunst. Zag ik je dan zeggen, straks op school, kan je doen? Aantal uren, 9 scholen in Laarbeek. Nou weet ik nog uit mijn verleden, zal ik maar even zeggen, dat veel leerkrachten de G-akte hebben, of gymopleiding, naast hun opleiding. Ja. Ga ik die vervangen dan? Nee. Ik heb... 36 uur. En, 9 scholen, 36. Nee. Elke school krijgt 40 uur om mijn expertise in te zetten. Hij doet het. Nou, 40 uur per? Per jaar. Oh, oké. Dus dat is een uur in de week eigenlijk, in principe, zo snel terugrekend. Ja. Dus het is eigenlijk heel weinig. Veel te weinig. Want hoe belangrijk is het eigenlijk? De overheid trekt overal de rem op, laat het maar heel reëel zijn. Ja. Ik bedoel, vroeger hadden we nog zwemlesje, maar dat zien we eigenlijk ook al niet meer. Hè. Noem maar op, hè. Dus de overheid trekt overal de handremmer op. Ja. Bezuinigen, dat is maar goed. Klopt. Maar daarnaast gebeurt er natuurlijk wel iets wat eigenlijk heel belangrijk is, waar minder tijd ingestopt kan worden door professionals. Ja, op het moment zijn er 3 basisscholen, de Raagte, Bernadette en de Mulshof, die een vaste gymdocent hebben. Daarmee heb ik ook contacten om enkele dingen voor elkaar te krijgen aan sportdagen, koningsdagen, koningsspelen, noem maar op, of crea-ochtenden waar we sport mee vullen. Verder organiseren we dus ook sportactiviteiten voor de basisonderwijzen. Dus voor die 9 basisscholen, buiten de school, maar ook in vakanties.
Daar komen we zo meteen nog op terug. Ja. Maar die 40 uur op jaarbasis, die mag elke school zelf indelen. Of ze besteden dat ik clinics kom geven, of ze besteden het voor de MRT, voor individuele kinderen. Ja. Of ze besteden het voor het organiseren van sportactiviteiten, opdrachten, noem maar op, of voorbeeldlessen. En in Aderiksel ben ik bijvoorbeeld bezig met 2 à 3 leerkrachten om de gymbevoegdheid. Die gaan beginnen met de gymbevoegdheid. Ja, en dan ga ik hun aansturen daarin en meehelpen. Ja, ja, heel dus leuk. Zo bouwt ieder school hun eigen 40 uur in. Ja, 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 ja. Nou ja. Ja. En dan gaat het in overleg met jou opvolgen. Ja, dan gaat het in overleg met mij. Ja. Okay. Hij is de redder in nood. Ik weet nog, in de recht heb ik ook eens een experimentje, maar ja. Ik kende een meisje en die gaf op school les aan kleutertjes, hè? Iets die net konden lopen en zo. Ik zeg, als je die nou eens meebrengt naar de oudere mensen. Ja, Nelly, ik zeg, dat kan ik toch wel inplannen in plaats van een boekje voorlezen, dan ga je een eindje wandelen of zo. Nou, ik had ze zover gekregen, ik was dolgelukkig, hè. Ik zeg tegen die mensen in de rij, ik zeg, ik heb een verrassing. Oh ja? Hé, hey, dat komt binnen, dat Rut, dat is de juffrouw met zijn klas. Ik ga geen kind meer aan die ouders, hè. Die zaten eraan. Toen had ik mijn tennisballen meegenomen en toen deed die kindjes zo in. Die kindjes gaven die aan die ouders en die ouders gaven we terug in die kinderen. En dan die oude weer, dat kindje. Ah, oh, die wisselwerking. Ik ging huis dood van plezier. Ja, ja. En dan, ik zeg tegen die oudere mensen, ik zeg, gooi die ballen zwaar bij je weg. Nee, dat doe ik niet voor de grietje. Ik zeg, doe dat nou. Oké, dan gaven ze zo heel voorzichtig, weet wel, want het klein handje en zo. Ik zeg, gooi het maar op de grond. En de jongen, dat duikt erop, hè. En dan die ouders aan het lachen. Ja, en die bewegen mee, hè. Schitterend. Ja, dat moet je hier creëren. Het ei van Columbus. Maar die juffrouw die kon daar ook op de school niet meer hard maken. Nou praat ik wel een tijd heel lang terug. Ja. En ik vond dat zo jammer. Als dat maar één keer in de mond iedere keer kwam bij die ouders. Nou, dan had ik... Geweldig. Ja. Maar... Ja, want nou weet ik heel toevallig, mijn schoonmoeder zit hier in de Burg, zeg maar even. En die zitten dan in de kantine. In de koffiekamer. Ja. En de koffiekamer, hè. En dan komen ze van het Otterke ooit met wat jeugd, hè. En dan zie je toch, dan zie je die mensen helemaal opvleuren. Ja. Ik heb laatst op televisie een stuk gezien, ik weet niet of het jullie toevallig gezien hebt. Over mensen die maar ook gewoon die kan niet meer uit de stoel, kan Danny, en er zijn dus een klasse kinderen aan de gang van. En die vertellen dus, die deden eigenlijk de verhaal wat jij net vertelde, hoe fanatiek dat die mensen begonnen te worden. Oh, ja. En nog veel mooier, hè, want dan gaan ze dus de werkelijke leeftijd en nadien gaan ze dan nog een keer hermeten. Ja, en toen bleek dat er sommigen gewoon 10, 15 jaar jonger waren en we zelfstandig naar de wc konden en zo. Ja, eens kijken, dat is toch wel helemaal geweldig. Hè? Ja, en het is gewoon... Maar is dat nou, want dat vind ik wel heel mooi dan, hè? Dan zeg, hoeveel mensen op leeftijd hebben we nu. Ja. En je zegt, die zitten met 25 man, zitten op een stoeltje en ik moet zeggen, hey, kom dames, aan het wandelen. Maar hoe mooi is het? Zo'n nou club met kinderen, als dat binnenkomt, dat leeft, dat springt, dat danst. En als jij een oma bent, niet een vader en een moeder, maar een oma, weet wel. En dan, die vaders en moeders, die staan dan achter bij de muur, weet wel. Ja, ja. Och, dat klein van ons, mijn oma. Ja. Weet wel? Ja. Hé, oma, dat doe je goed, hè? Ja, dat heb je goed gedaan om aan de veur te komen. En ik meen dat jij niet meer komt. Ja, maar dat schatje daar bij mijn voeten, dat is toch leuk? Dat waar. Nee, maar ik wil eigenlijk zeggen, dan zou ik het niet mooi zien dat er een project zou kunnen ontstaan binnen Laarbeek, zal ik maar even zeggen. Hè? Als we 9 lagere scholen hebben, dan hebben we 9 keer, pakken we 6. Hè? Dan hebben we toch 54. Maal 20 zitten toch over 1000 kinderen te praten. Even, hè? Nee, maar ik zit maar te denken, want als nou mensen zitten te kijken die dat idee over willen nemen. Als we praten, wij weten allemaal hoe belangrijk dat bewegen is. Maar dan zou ik gewoon kunnen zeggen van als dat een wisselwerking is, dat is een mooie. Ja. Want zou ik er nou moeite mee hebben? Daar bijvoorbeeld, ik noem maar een school, die belt jou op en die zegt: God, heerlijk, laat komen. Ja, dat heerlijk. Ja, maar daar kan er niet, als persoon zijn, kan er dan niet tegen, dat kan er niet weigeren. Nee, maar het geeft mij meer. Ik snap het wel, maar ook voor die ouders moet het wel georganiseerd kan krijgen, want de school heeft ook druk. Die hebben leesmoeders en weet ik wat.
Maar toen, er waren gewoon een meisje die handbalde en daar hebben we naderd. Daar heb ik gewoon uit mijn eigen... En toen heb ik bij de recht gezet. Ik zeg, we kregen daar een stel kleutertjes binnen. Ja. Maar dat is helemaal geen probleem. Die kinderen die gaan binnen, doen ze een jasje uit, die gaan bij. Ik zeg, kies maar een ouder. Ja. En dan kiezen ze een keer zo. En dan ga je gewoon op de grond zitten. Ja. En dan die doen een keer zo, weet wel. Ja. 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 En dan hadden die binding al. En dan hoefde eigenlijk... Ja, niks is overdreven. Maar al doe je maar een klein tennisbalkje. Nou, dan kan ik je onder de benen door. Onder de voetjes door. Doen we voetballen samen. Dat kind zit op de grond. Die ouder zit in de stoel. Ja. Hij kan nog niet meer dit doen. Nee. Maar die voeten gaan wel op en neer. Want dan wel. Ja. Belangrijk, hè? Ja. Jacky, even buiten de school om. Activiteiten in het dorp, zeg maar. Dat doe je ook. Elke vakantie. Op carnavalvakantie na doen wij sport. Waarom niet met de carnaval? Dat is dan ben ik zelf op skivakantie. Dan ben jij ook een keer op reis. Jij bent ook wel weer meegedaan. Okay. Nee, maar die vakanties organiseren wij, team van Laak Actief, een sportweek om verschillende activiteiten. En dat kan zijn urban sports, een beetje aparte sporten. Ja, ja, ja. Zoals? Skileren, het echte hambo schieten. Zeg maar met zo'n stompe punt, hè? Hoe heet Asia Tech. Met de tijd meegaan. Met de tijd meegaan een beetje. Ja, verdikken. Ja. Dat is heel belangrijk. Ja, en nou leren aankomende... Ja. Nee, ga verder. Nee, maar aankomende herfstvakantie hebben we ook weer een vol programma. Ja. Wat gaan we doen? We gaan bubbelvoetballen. Dan moet je in zo'n bal gaan zitten en dan met elkaar beuken, zeg maar. Noemen ze dat. En dan en dan zo voor elke doelgroep iets, hè? Voor groep 1 tot en met 8. En het is, de grootste doelgroep is het basisonderwijs. Ja. Maar wat we ook nog meer hebben, in plaats van de ouderen onder ons, hebben we ook nog mensen met een beperking. Het, het Uniek Sporten. Unieksporten.nl, daar staan allerlei, kan je jezelf inloggen. Ja. Eventueel je beperking aanvinken of aan typen. En dan komt er zo een sport uitgerold. En daar zit ik mee vanuit heel de pil. Zo. Zit ik daarmee in een werkgroep. Okay. Om mensen met een beperking aan het sporten te krijgen. En het plezier. Hè? Want afgelopen, dat was ook mooi. Een obstakelrun. Hè, waar wij zeg maar ook aan meedoen. Maar iedereen kan daar aan meedoen. Ja. En toen hadden wij een obstakelrun voor mensen met een beperking geregeld bij Uniek Sporten. Dus de mensen in een rolstoel, geestelijk beperkt, gingen over alle obstakels heen. Ja. Hoe gaaf, met rolstoel en al, hè. Die namen mee. Maar nou, schitterend, hè? Nou ben je bij het puntje, hè. Je moet die mensen, die nemen wij mee. Die daar geven de ruimte aan. Ja. En dat is met de senioren ook. Als je die mensen wat ruimte gunt en je hebt er een beetje een overeenkomst met die mensen. Want je zegt zelf net, jouw schoonmoeder, die vindt dat geweldig als er zo'n... gold van die kinderen binnen gaan en die jassen gaan uit. En dan die mensen die zitten de hele dag en die lezen de krant en die zien aard sombere dingen. Weet wel, vaak wel, hè? Ja. En als je dat kan doorbreken, dan... Heel veel verdiend. Ja. Hey, we lopen een beetje op het eind. Ja, zo snel gaat dat gewoon. Ja, net. Oh. Dus we moeten nog een keer of zes terugkomen, denk ik, als ik jullie enthousiasme. Maar als nou mensen mee willen doen bij jullie, aanmelden, welke manier, hoe of waar, kom binnen, loop binnen. Ze mogen altijd, ook bij, maakt niks uit. Voor bij Nelly inderdaad, naar de website van Labik Actief. Daar staan wij allebei op. Ja. En daar kun je altijd een mail sturen naar mij. Maar, en dan komt het altijd terecht bij de juiste persoon. Op een lijntje maar zijn, dat is ook het probleem met de ouder. Ik doe dat gewoon niet. Ik zeg, waarom doe je dat niet? Moet jij mij vragen? Dan ging dat veel makkelijker. Hè? Dat weet ik wel, maar goed. Ja, hè, we leven in een tijd van mond-op-mond. Mond-op-mond. En als mensen meenemen, dat is het meest ideaal. Hè? Nou ben je wel bij de kern, hè? Ja. 86 en ik ken dat niet, dat knapje. Laten wij hopen, beste mensen, dat jullie die allemaal zitten kijken en goed geluisterd hebben wat deze twee kanjers in Laarbeek voor elkaar boksen om u, maar ook jouw omgeving, in beweging te krijgen. Het is allemaal fantastisch. Dus melden wij aan via de site Laarbeek Actief of praat deze mensen op straat aan, want naast hun drukke werkzaamheden gaan ze gewoon iets boodschappen doen, dan maken ze best aanpraten. Lieve mensen, we moeten hierbij laten. Bedankt Jacky, bedankt Nelly. Graag gedaan. En voor u bedankt voor het kijken en graag tot een volgende keer.